House of Talent wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone. Eerder in House of Talent. Delani's ziekte breekt daarop. Het is gewoon echt niet goed. Ik kan mijn lichaam niet laten stoppen. Ik weet niet of jullie het merken, maar Delani gaat best achteruit de laatste tijd. Ik denk dat het voor Delani wel echt van belang is dat ze in ieder geval één nachtje thuis kan slapen bij de ouders. Geef niet, geef niet. Love you. En de tijdelijke tussenstand van de social media chart komt keihard aan. De persoon die op de laatste plaats is geëindigd is Jorica. Jij bent op dit moment genomineerd voor eliminatie. Volgens mij ben ik het gewoon langzamerhand voor mezelf aan het verzieken. Je zit hier nu 8 weken. Je bent echt een hele goede zangeres. Ik ben heel hoopvol dat jij hier hele grote stappen gaat maken. En vol vertrouwen ook. Hoe is het? Goed. Hey, look what you're wearing. Mm-hmm. Gaat het? Goed, ja. Beter? Heel beter. Hallo, daar zijn jullie jongens. We zijn onderweg naar Middelburg en we gaan een heel leuk avondje bewaren, toch? Het wordt super gezellig en dan nog wat. Ik weet echt niet wie ik moet bellen voor boekingen en zo. Maar je moet boekingen. Mm-hmm. Want ik heb dat allemaal pas na... Niet zeg maar volgende week, maar daarna allemaal pas. Oh, dat is best wel lastig, ja. Afrin! Ha, kind. Dan heb je nog een week, zeg maar. Waarvoor? Voor geld, want kan de single, of kun je single niet betalen, is dat het? Nou, het zou wel kunnen, maar er komen gewoon heel veel rekeningen nog aan. En ik weet niet wie ik kan bellen voor boekingen en zo. Maar dan moet je gewoon even een bijbaantje. Ja, toch! Mijn naam is Chrissy Wilson, ik ben hier samen met jullie. We zijn hier om een felle flexie te maken, baby. Here we go, put him up, put him up, put him up. Hey, hey. Hallo. Hi, met Jorica. Hi, Jorica. Hi. Hey, Daan, ik heb... Ben je ongerust? Ja. Echt? Nee. Waarom ben je ongerust? Nou, ik wil niet in de geldproblemen komen. Kom je niet? Nou ja, weet je moet gewoon nu werken om even die studio zo te betalen. Je komt nooit onder in die money chart, omdat er altijd elke maand wel een paar optredens voor je komen. Ik denk dat ik tegenover Bram ga staan aanstaande maandag. Echt? Ja. Hoezo denk je dat? Nou, als hij boeken heeft. Dan moet hij dit weekend boeken hebben. Dat geloof ik niet. Yo, dames en heren, we zijn weer onderweg vanuit Middelburg. We hebben echt een topshow gehad. En ja, was super gezellig. Tot de volgende keer, jongens. Elke 6 weken worden er 2 artiesten in House of Talent genomineerd voor eliminatie. Als je onderaan de money chart en social media chart staat, dreigt een vroegtijdige aftocht. Uiteindelijk is het Jorica tegen Samir. Maar Samir zegt blijkbaar net allemaal dat hij boekingen heeft. Ja, hij heeft een boeking. Ja, ik ga die sprints ga ik sowieso niet meer inhalen. Dat kan gewoon. Nee, dus het wordt voor jou misschien nog wel een 2e keer eliminatie. Ik heb wel al weken aan hem gevraagd, ga je achter je geld aan? Hoe ga je aan geld komen? Ik denk ook wel dat hij het probeert, maar misschien dat hij niet in de juiste hoeken zoekt. Qua muziek is hij gewoon heel goed bezig. Hij heeft zoveel sessies. Ja. Dat doet hij echt heel goed. Baby girl, wat doen die late night sessions? Ik geef op je feest mijn lesjes. Ik geef op je feest mijn lesjes. Ik geef op je feest mijn lesjes. Ik hoop voor hem dat hij blijft. Dat hoop ik ook voor mezelf, dat hij blijft. Want Bram heeft ook weer een boeking gehad. Dus eigenlijk weet hij dat hij op nummer 8 staat. Of hij moet deze week nog ons allemaal verrassen. En zeggen, jongens... Ja. Hij heeft nog 3 dagen. Dat gaat niet werken. Ik denk dat dit echt lekker voor de club is, man. Dit hoort in die EP, man. Geloof me. Qua hoeveel stappen je hebt al gezet, zeg maar, van nul, van niks naar iets... zit jij echt gewoon boven? Zit je echt in de top 3 of zo? Samir heeft 0 stappen gezet hier. Lauw toch, als dit ook op die EP staat. Heel lauw, moet je horen die tekst die nu komt. Heel vies is die. Oh jezus, zo lenig, zo heavy girl. Bakken breken voor het leven, zo sexy girl.
wacht eens even, je bent hot aan het turnen. Like Jace, smoken, burnen. Maar gaat echt wel een moment komen voor hem dat hij gaat doorbreken, hoor. Ik zeker. Iedereen onderschat hem, maar hij is echt goed. Ja, daar heb ik geen verstand van. Hij is goed, hoor, in wat hij doet. Maar jij ook. En ik vind dat je niet moet opgeven. Maar niet gaan opgeven voor Samir. Dat vind ik echt raar. This is the rhythm of the night. The night. Nu de nominatie wel heel dichtbij komt, neemt automatisch de spanning onder de artiesten toe. Wie trekt online voldoende aandacht en wie harkt genoeg geld binnen met optredens? Hoeveel boekingen heb jij nu staan? Hoeveel weet ik niet precies, maar echt wel wat in de toekomst. Ik denk dat wij een beetje gelijk opgaan. Ja, maar ik denk dat ik het helemaal heb. Ja, maar weet je wat jouw hele probleem is? Denken. Je moet je niet zo laten beïnvloeden door Delani en zo. Je gaat echt niet, want sowieso dat je genomineerd wordt met Samir. Je gaat echt niet zeggen van, ik geef mijn plekje wel op, hoor. Ben je niet goed? Het enige wat wel is, en dat wil ik ook gewoon weten, wil je echt blijven en niet half blijven? Nee, ik wil wel echt blijven. Nou, dan ga je gewoon zorgen dat je blijft, wat ik ook denk wat gaat gebeuren. Het gaat denk ik uiteindelijk gewoon om de kijkers thuis. En die heb jij in je zak, daar ben ik van overtuigd. Je hebt echt wel een achterban, hoor. Je hebt net zoveel recht om hier te blijven als hij. Ruby en Bram zijn verliefd. En als je verliefd bent, heb je seks. En dat blijft onder het dak van House of Talent natuurlijk niet heel lang geheim. Je ziet die deken zo op en neer aan. Nee. Ja. Ze hebben het echt gedaan. Ja. Is toch lekker? Lekker van genieten. Kijk, die komen ook gewoon. Ja. Ik snap niet dat je niet wakker bent geworden. Dat is gewoon echt zo. Heb je een beetje een... Ik ga niks zeggen. Het is voor Ruby waarschijnlijk dubbel zo pijnlijk. Ze heeft jarenlang een relatie gehad en dat ging niet zo heel lang geleden uit. En nu heeft ze het heel gezellig met Bram in bed. Julia denkt er het hare van. Verder zoeken die principes bij jou tegenwoordig. Nee, grapje. Ja. Nee, maar... Ja, maar ja. Maar echt niet tegelijk, hoor. Ben je gek? Echt niet gelijk, hoor. Nee, maar... Als je zo vaak naast elkaar slaapt, dan gaat... Ja, het gaat er toch wel een keer van komen. Weet je wat het is? Ik kan ook zeggen, ja, ik wil nu niet naast jou slapen, maar... Als ik iedereen hier zou vragen, zou je kiezen om alleen te slapen... of naast iemand te slapen met iemand die... Die je fijn vindt om naast, dan zou je altijd zeggen ja, naast iemand. I've known it from the moment that we met. There's no doubt in my mind where you belong. Bram en Ruby hebben het gedaan. Hoe weten jullie dan? Hebben ze gezegd? Ruby heeft het toegegeven. Hoe gaf ze dat toe dan? Ik zat zo, ik zei, Roep, heb je al wat gedaan? En toen ging ze zo lachen. Als je het over Ruby? Wat heb jij gedaan? Wat? Zitten jullie daarover te praten? Ja? Heb je boemboem dingen gedaan? Je zat toch gewoon glashard te liegen? Wanneer? Die dacht dat Bram zei, ja, moet je niet bij mij wezen, moet je niet bij mij wezen. En toen zat ik bij jullie en zei ik, hebben jullie nou gedaan of niet? Weet je, maar we gaan het gewoon niet... zin in een confrontatie. Oh my god! Oh my god. Wat kan ik nou eens vertellen, baby? Never. Julia heeft een bijzonder leuke gig te pakken in Oostenrijk. Ze mag daar namelijk samen met een van haar mede-artiesten uit House of Talent muzikaal gaan knallen met Oud en Nieuw. En ze heeft haar keuze gemaakt wie er met haar meegaat. Van Uitbank. Wat is er dan? Ja, ik ga vertellen wie ik mee ga nemen. Als jullie weten heb ik mail gehad dat ik in Oostenrijk geboekt ben. En dat ik iemand mee mag nemen. Toen wilde ik eerst Quinn. Maar Quinn die heeft al een boekje staan. Sorry lieverd. Ik heb het heel graag gewild. Ja. Maar goed, dat betekent dat er iemand anders meegaat. Toen ben ik gaan kijken naar genres, zie de bierlust. Nee, schapje. Helpt wel mee. Maar goed, waar ik op uit ben gekomen is... Jorieke. Jij. Dat meen je niet. Ja. Als ik jou zie optreden, dan zie ik je daar ook wel gewoon echt staan. Oh, dat vind ik echt heel lief. Jorieke goes international. Ja. Het is weer bijna zover, want bij een nominatie en eliminatie hoort ook weer een release show. Het moment waarop de artiesten hun nieuwe single aan de wereld presenteren. Zangcoach Robin komt ze preppen. Ja, iemand staat nog te douchen en zo. Dus, Oh, echt? Ja. Maar jullie wisten wel, toch? Dat ja, ik wist het net, ja. Oké.
Wil jij wel even nu gaan zeggen dat ik wil nu beginnen? Inderdaad. Want ik vind het een beetje onzin dat het nu... Ja, snap ik inderdaad. Robin is boos, moet echt gaan. Echt? Ja. Robin zit altijd 10 minuten te wachten. Ja, bro, ga beginnen dan. Ja, hij moet iedereen. Ja, moet niet. Jawel. Het moet als aangeboden, het is niet verplicht. Ja, maar het is wel een beetje respectloos naar Robin. Nee, dat heeft niks met respect te maken. Nou, sommige mensen zien het nut er niet van in om naar zangles te komen, dus die blijven lekker douchen. Maar zoals wie dan? Nou, Quincy. En zullen wij er gewoon alvast naar beneden gaan? Mag ik even weten, waarom is dit nu? Waarom komt hij er nu niet aan? Dat snap ik niet helemaal. Ja. Hij heeft gewoon scheid. Ja. Maar dat vind ik echt niet gaaf. Het is niet zo alsof hij of jullie al mega gevestigde artiesten zijn. Als ik er ben en je hebt een kans om beter te worden, vind ik het echt onzin dat daar zo mee om wordt gegaan. Vind ik echt super stom. Yo, Quincy Wilson! Sorry, man, bro. Waarom kom jij een half uur te laat in mijn les? Ik had echt geen zin om te haasten, man. Ik ga gewoon eerlijk met je zijn. Ik vind dat een van de meest respectloze dingen die je kan doen bij iemand. Is het ook. Doe dat één keer bij iemand met echt invloed of macht. Dat kan je carrière kosten. Mm-hmm. Flik me dit niet nog een keer. Oké? Waar gaat het liedje over? Het gaat over zeg maar wat er hier is gebeurd. Ja. En dat mijn relatie over is gegaan. Ik heb mijn keuze gemaakt. Wat jij doet, kan niet. Ik zie het al als vreemd gaan. Stapper, dat je daar een song over zingt. Ik ben super benieuwd. Ik ook. Ik laat wel los, maar kom dichterbij. Nee, ik ga niet weg. Is wel interessant, dit. Hoe gek het ook klinkt, normaal moet je je heel erg vullen met het gevoel van het liedje, toch? Want dan, en hoe meer je je emmer vult met dat gevoel, hoe beter je het liedje kan overdragen. Maar stel dat die emmer heel snel vol is en over gaat lopen, dan heb je dus een probleem. Wat ik probeer te doen dan, is om het liedje even los te koppelen. Dus puur letten op hoe je het aan het zingen bent. Hoe je het, grappig genoeg, juist een beetje weggaan van het overlopende gevoel. Kan je dat nog eens proberen? Ik laat verder los, maar hou je dicht bij mij. Nee, ik ga niet weg. Ik ben dichterbij. Hou nog even vol. Ik vecht me door mijn tranen heen, ook als ik de antwoorden niet weet. Ja, nice. Tot daar. Tot daar. Nice. Heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Voel je een klein beetje wat ik bedoel? Ja. Je probeert het, je zingt 2 zinnen, dan lukt het niet meer. Mm-hmm. Dan hebben we het erover, dan doe je het op net een iets andere manier. En dan zing je opeens een heel couplet en een heel refrein. Super goed gedaan. Quint. Ja. Ik zal altijd voor je rennen, ook al kom je soms tekort. Zo money op je spenden, zeg dat je me hoort. Voel je vingers op mijn lippen en ik weet waar jij aan denkt. Ik wil je in mijn armen, maar jij voelt zo ver weg. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je gaat, schat. Dus blijf, schat, bij mij, schat. Ja, dat eigenlijk, man. Nice, oké. Okay, dus wat het grote verschil in mijn oren is, zeg maar, is dat je gaat nu echt zanger zijn. Ja, ik wil het echt een keer proberen. Ik vind het een hele toffe track. Oh, ik vind het goed gedaan. Dankjewel. Echt goed gedaan. Oké, okay, guys. Work to do. Nou, Robin, nogmaals, sorry meer gebeuren. Jongens, we hebben een mail. We hebben een mail. James Watts. Ik heb 25 oktober mijn eerste eigen soloconcert in de Paradiso. En nu wilde ik aan jullie vragen of jullie een eigen versie van het nummer kunnen maken. En de winnaar mag dan bij mij in de show met liveband dit nummer gaan doen. Dag jongens, ten eerste wil ik zeggen dat ik het super tof vind hoe jullie om zijn gegaan met de challenge. Helaas kan er maar één de winnaar zijn. Ik heb echt hele goede gezien. Alleen, ik ga toch kiezen voor Ruby. Oh. Oh. Lekker, Paradiso niveau. Ik hoop dat je een beetje blij bent. Ik ben super blij. Ja, dank je. Lekker, Ruby! Echt heel veel zin in. Paradiso. Paradiso, ja. Nice. Wauw. Yes. Vind ik leuk. Goed nieuws. De nominaties staan voor de deur en het speculeren is in volle gang. Want wie moet er deze keer het House of Talent verlaten? Jij bent echt overtuigd dat Samir naar huis gaat, hè? Ja, ik weet... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk als Samir tegenover Jorieke komt, dat Samir naar huis gaat.
Hoezo denk je dat tegenover dan? Mij komt, dan denk ik dat ik naar huis ga. Maar hoezo denk je dat dan? Ze is schattig. Ze heeft gewoon heel veel likability en dat heb jij ook. En dat heb Samir en ik bijvoorbeeld allebei niet. Samir die zal denk ik gestegen zijn in allebei de charts. Maar ik denk dat hij zijn huishoudpot niet kan betalen en dat hij daarom genomineerd zou. Als dat zo is, dan ga ik hem wel geld lenen. Denk je dat hij gestegen is in de charts? Denk het wel. Maar hij heeft geen boekingen gehad. Samir mag er echt niet uit hoor. Het zou gewoon kut zijn als hij naar huis gaat. Mm. Ja, maar het is wel het spel, schat. De artiesten van House of Talent willen niets liever dan een wereldhit schrijven. En misschien gebeurt dat vandaag wel. Bram heeft het namelijk voor elkaar gebokst om een schrijfsessie met internationaal producer en pianist Vincent Korver te organiseren. Het is wel mooi. Misschien, ik weet niet, misschien is het wel heel tof omdat het gitaar, piano, muziek, om echt iets... Echt gewoon echt iets emotionals te schrijven. Ja. Gewoon echt iets emotionals. Ja. Ik zeg je wel eerlijk, als je door bent naar de volgende 6 weken... dan wil ik alleen maar een zelfverzekerde Jorikje zien. Stel, ze is nu weer door. Dan betekent dat ook dat mensen dat dus juist leuk vinden. Dat ze niet zo zelfverzekerd is. Maar als artiest zijn, moet je wel zelfverzekerd zijn. Van ja, ik ben Jorikje en ik heb hier een plekje. En dat plekje is gewoon van mij. Als jij naar optredens gaat, dan heb je toch echt wel door... dat jij mensen zo blij maakt. En dat is ook gewoon moeilijk. Want hoe ga jij als één persoon zijnde 200 mensen laten lachen en dansen? En dat kan jij gewoon heel goed. Mooi toch, zoiets? Mooi vibe toch? Ja toch? Echt waar, geloof me, het is belangrijker dat je goed kan entertainen dan dat je goed kan zingen. Ja, ja weet ik wel, maar daar zit ik helemaal niet goed in mijn genre. Dat zit je wel. Maar je moet gewoon echt wat jij bent. Dat is jouw bent. Grootste gewoon uitdaging, vinden wie je bent. Vinden wie je bent. Kijk, als je niet goed was geweest, dan hadden wij ook niet met jou gepraat van... Go for it, girl. Snap je? Als jij niet kon zingen, dan hadden wij echt zo... We don't care. Maar... You got some talent, so you better use it. Nou, sterker nog, ik denk dat je misschien qua stem wel de beste bent van alle vocalisten hier in huis. Dan ben ik serieus. Alleen je doet er zo weinig mee. Het is de grootste kans dat ik, Jorikje of Samir eruit ga. Hoezo jij? We staan op alle tweede plek 6e. Social media kom je sowieso niet onderaan. Ik snap wel je frustratie, dat begrijp ik heel goed. Maar we hebben wel gezien dat als je single gewoon goed loopt... Maar goed, je hoeft er sowieso geen zorgen te maken, jou. Dat zegt iedereen. En dat gaat mijn valkuil zijn. Ja, dat is echt zo. Ja. Ik ben ook gefrustreerd, want bij mij is de kans gewoon wel aanwezig dat ik onderaan kom. Terwijl mijn carrièrewijs ga ik fucking lekker. Alleen ja, voor dat social media kan ik gewoon het programma moeten verlaten. Jij gaat het programma nog niet verlaten, nog. Iedereen kan het programma verlaten, hoe goed je ook gaat. Als ik in een gevaar zo'n kom, hoeft er maar één ding te veranderen, dat jij eventjes omhoog gaat. Dan staat zij onderaan. Ja. Dus we weten het niet. We don't know. Niemand is zeker. Iets heel raars gaat gebeuren. Ik denk dat er iets heel raars gaat gebeuren. We hebben een videoboodschap. Zullen we even iedereen bij elkaar halen? Hallo allemaal. Alright, everybody is here. Nou, ja. Play. Yeah. Guess who's coming back? Nanne Meijer, hij is social influencer en met bijna 160.000 abonnees op YouTube is hij ontzettend populair. Morgenavond sta ik bij jullie voor de deur om een nachtje te feesten. Of gewoon hey. Feesten, lekker. Daarover gesproken, ik heb een bed nodig, dus Robin en Bram, ik weet niet of jullie nog bij elkaar geslapen of het je goed doet. Ik heb er heel veel zin in en ik zie jullie morgen. Lekker pik. Leuk. Nice. Oh, we lachen, gezellig, man. Ouwe. Gezellig. Maar we moeten wel even zuipen in slam. Even drank in slam. Ja, hij zei feesten, toch? You know how the time flies. En Roep gaat denk ik misschien wel eens een hit krijgen met dat liedje. Met het hele verhaal, alles erbij. Ja, maar wat ik wel heel eerlijk vind... Ik vind het liedje prachtig, maar het komt niet meer geloofwaardig over. Yesterday was the time of our lives. Ze ligt met Bram te neuken, snap je?
Maart gaat nu nog 6 weken lang bij elkaar slapen. En gezellig en dit en dat. Maar dan is het wel een liedje over de ex, snap je? Zeg maar, als ze niet met Bram zou zijn geweest, dan zou iedereen het heel geloofwaardig. Ja. Iedereen zou het nog erger voelen van, oh, wat erg, weet je wel. En dan is dat je liedje voor de komende 6 weken. En deze 6 weken zijn zij al samen. Hebben ze al een soort relatie. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Dan moet je 6 weken lang een soort van dat liedje over je ex vertellen aan iedereen. Maar je bent al moved on. Misschien moet je een periode hier na een liedje maken wat mixed feelings heet. Ik hoorde dat een paar mensen in het toneel waren geworden toen ik ging zingen. Heb je dat gehoord? Ja. Heb je dat gehoord? Ja. Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ik weet niet of het gelijk was door de mooiheid of gewoon door het verhaal. Nou ja, ik denk alles samen. Ja. Weet je, het is voor jou natuurlijk een van de meest kutte situaties ooit geweest. Mm. Ik heb me er zelf natuurlijk ook niet heel chill bij gevoeld. Ik kon wel eens voorbij zetten, laat maar zeggen, in mijn hersenen. Zo van, oké, ja, dat komt door mij, snap je? Mm. En dat, ja, is gewoon niet leuk. En toen luisterde ik de tekst en toen was je aan het zingen. En toen zag ik die emotie en toen dacht ik, oh shit. Het komt niet door jou alleen. Ik wou daar niet overheen zitten. Nee, weet ik ook. Toch, hoe het is gegaan, dat vind ik gewoon ook kut. En nogmaals, ik vind het super, echt heel gezellig met je. Ja, dat heb ik ook vaak tegen je gezegd. Je bent echt ook een steun voor mij en zo. Ja, voor mij ook, ja. Ja. Ja, en we hebben het gewoon heel leuk. Morgen, de artiesten van House of Talent rocken het Amsterdam Dance Event. Ik heb er fucking veel zin in. Jullie ook nog? Zeker. Hey! Fucking met jullie.